is op Schiphol een komen en gaan van vliegtuigen en voertuigen daaromheen die de afhandeling verzorgen. Er is geen twijfel over dat dit impact heeft op de lokale luchtkwaliteit. Om meer te weten over de luchtkwaliteit heeft Schiphol aan TNO gevraagd om onderzoek te doen naar ultrafijnstof op het Schipholterrein. Schiphol loopt hiermee voorop in het onderzoek naar ultrafijnstof. Maar wat is ultrafijnstof nu precies? Ultrafijnstofdeeltjes zijn hele kleine deeltjes, zo'n 10.000 keer kleiner dan een millimeter. Ultrafijnstof komt vrij bij verbranding van fossiele brandstoffen, zoals bij een auto en ook zoals bij een vliegtuig. Ultrafijnstof kan je niet zien of ruiken, maar je ademt het wel in. Ultrafijnstof is relatief onbekend terrein. Daarom heeft Schiphol aan TNO gevraagd om onderzoek te doen naar de ultrafijnstofconcentraties op het Schipholterrein. Over een meetperiode van 2 maanden zijn er gemiddeld 100.000 tot 120.000 deeltjes per kubieke centimeter gemeten rondom de terminals en pieren. Het is op dit moment lastig om een vergelijking te maken met concentraties uit andere onderzoeken in steden of op andere luchthavens, door het verschil in gebruik van meetapparatuur en de verwerking van de meetdata. Maar om toch een beeld te geven, aan de drukke weg in Rotterdam zijn er per kwartier gemiddeld maximaal 100.000 deeltjes per kubieke centimeter gemeten. Omdat medewerkers niet heel de dag buiten aan het werk zijn, kunnen de concentraties uit dit onderzoek niet worden vergeleken met blootstelling. We weten nog niet goed wat het effect is van ultrafijnstof op de gezondheid. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Schiphol onderneemt al langer actie om de uitstoot op en rondom de luchthaven te verminderen om de luchtkwaliteit te verbeteren. En zal daar komende tijd ook hard aan verder werken. Zo zijn er al veel voertuigen op en rond de luchthaven elektrisch en wordt dit aantal alleen maar groter. We doen proeven met duurzaam taxiën waarbij vliegtuigen naar de startbaan worden gesleept. Daardoor kunnen ze hun motoren aanzetten verder van de platformen. En we proberen vliegtuigen zoveel mogelijk te voorzien van walstroom of aan te sluiten aan EGPU's. Verder zijn we bezig met de introductie van duurzame vliegtuigbrandstoffen. Hiermee proberen we de luchtkwaliteit steeds verder te verbeteren en blootstelling aan ultrafijnstof te verminderen.